Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Goedemiddag. Ja hoor, ik hoor u prima. Hoe gaat het met u, meneer Ramsekoe? Het gaat wel hoor, met u. Ja, prima en fijn om u even te spreken. Hè. Ik zal gelijk met de deur in huis vallen, want meneer Ramsekoel, u heeft vriend en vijand verrast. En waarom? Voor het eerst in de ontstaansgeschiedenis van Suriname heeft een parlementariër gelieerd aan de coalitie tegen, of althans, u heeft zich onthouden van stemming. En dan betreft het de wet op casinospelen. Ik waardeer dat ontzettend en met mij velen dat u zeg maar het lef heeft getoond om dit te doen. Kunt u mij een beetje uitleggen wat uw beweegredenen waren om, ik zeg het maar zo, hè, de partijdiscipline niet te volgen? En waarom we dit benadrukken is omdat we ook kadaverdiscipline goed zien bij bijvoorbeeld destijds de NDP. Hè, alles goedkeuren ondanks het niet goed is voor Suriname. Wat zijn uw beweegredenen, meneer Ramsekoel? Ik luister naar u. Ja, meneer. Ten eerste, de wet was noodzakelijk. De wet op hazardspelen was noodzakelijk vanwege de review die wij straks gaan krijgen vanuit de Caribbean Financial Action Task Force. Dus het was een heel belangrijke wet. Mm-hmm. Dat is de eerste reden waarom ik voor mezelf heb besloten. Je kan niet tegen de wet stemmen, vond ik. Omdat er in de wet wel een aantal zaken zijn opgenomen die bevorderend is voor wat betreft het financieel gedeelte van de casino's. Maar het gaat niet echt specifiek alleen om de casino's, maar gewoon om de hazardspelen algemeen. De betting shops die we heel veel hebben in Suriname. Maar ik zeg, eenmaal we met die wet bezig zijn, we hebben een groot maatschappelijk probleem in Suriname. En dat is op bijna in elke week, in elke woonweek, elke hoek van de straat zou je kunnen zeggen, zit er een betting shop. En dat is een heel groot probleem. We zien gokverslaafde, mensen beginnen te stelen, noem maar op. Kinderen die daaraan blootgelegd worden. En dat is toch wel een probleem wat we serieus moeten aanpakken. Ik wou zeggen, ik begrijp dat heel goed. Maar waarom lijkt het alsof u alleen het belang ervan inziet? Nee, ik was niet de enige trouwens hoor, van de coalitie of van mijn partij die zich heeft onthouden. Ook de heer Jogi heeft dat gedaan en de heer Burkert Mahab Ali. Dus ik was niet de enige. Nee, dat klopt, maar u bent de laatste tijd behoorlijk opvallend. Hè? En dit pak ik als eerste aan, zeg maar. Dus, wat voor mij belangrijk was erin, een aantal punten heb ik concreet aangehaald. Inhoudelijk van, hey, deze dingen moeten in de wet zijn. Je kan niet bij een supermarkt gaan waar je brood en melk koopt, dat je ook kan gaan betten op sportteams en dat soort dingen. Dus dat soort dingen, ik zei, haal het weg van die supermarkt, haal het weg van de buurt, van de scholen, van onze sportaccommodaties. En dat alles is niet meegenomen. En daarom kon ik niet meegaan met de wet. Wat heel jammer is, maar het kon gewoon niet. Zoals ik het zei, het is tegen mijn geweten om dat toe te laten, terwijl we de mogelijkheid hebben om het eens goed aan te pakken. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. En het bewijs is daar, de wet is al gepubliceerd, het is al, maar dan nog zien we helemaal geen verandering. Dat is niet goed. En is er in de toekomst, denkt u, vanuit uw kant, vanuit het kant van het parlement nog enigszins dingen daaraan te veranderen? Ik heb ook gezien in het buitenland, in Nederland, is weer de discussie opgeleid, hè, daarover. Ja, dat klopt. Het was toevallig na de behandeling hier, zag ik dat men daar over online betting problemen heeft, online casino's. Het is ontzettend toegenomen. En ik denk dat we het ooit wel zullen beseffen. Maar naar mijn mening is het dan al te laat. En ik wil graag, het zou mooi zijn als we dat konden aanpakken. Je kan morgen al een initiatiefwet indienen, maar als je die draagvlak niet hebt, want dat is gebleken uit de stemming, dan is het ook weer een, je gaat het toch niet kunnen veranderen.
Nee. Wat heel jammer is natuurlijk. Nee. Een belangrijk punt ook waar ik heel erg teleurgesteld ben om, is dat de casinobelasting, de inkomstenbelasting bij hazardspelen, is teruggebracht van 50% inkomstenbelasting naar 40%. En dat was helemaal niet noodzakelijk. Ik bedoel, juist moeten we meer gaan verdienen uit deze sector. En dan hebben we zojuist een korting te geven van 10%. Ja, u zit er dichtbij, meneer Ramsekoel. Wat is volgens u de oorzaak om zo'n beslissing te nemen? Ik begreep het niet. Tot nu toe heb ik geen enkele verklaring gekregen waarom dat noodzakelijk is geweest. Want weet u wat het is? Vorig jaar heb ik wel een initiatiefwet ingediend. En dat is de casinobelasting, want in de casino's, elke speelautomaat die ze hebben in een casino, daar betalen ze maandelijks een bedrag op. En wij hebben dat bedrag toen verdubbeld. En dat is in december vorig jaar gebeurd. En daar heb ik is met algemene termen aangenomen. En de casino's, we hebben toen met de casino's gesproken als initiatiefnemer, heb ik dat gedaan. Want ik wou de verhoging doen met 300%. En de casino's zijn gekomen met het verzoek van, kijk, we hebben er geen moeite mee met 300% verhoging op de casinobelasting. Alleen vragen ze, laten we het geleidelijk aan doen. En ik denk dat we daar begrip voor moeten hebben. Want een belangrijke ding wat we niet moeten vergeten bij de casino's, niet bij de betting shop, is dat ze wel degelijk voor werkgelegenheid zorgen. Dat ben ik met u eens. Werkgelegenheid, ja, muziekbandjes, noem het maar op. Als zij dan verzoek doen van, we zijn het niet oneens met de verhoging, maar doe het geleidelijk aan, dan vind ik dat redelijk en billig is. Het is een beetje goodwill tonen, toch? Ja, toen hebben we het verdubbeld. Maar ze hebben op geen enkel moment gezegd toen in december, verlaag onze inkomstenbelasting of verlaag onze casinobelasting. Dat hebben ze nooit gezegd. Integendeel zeggen ze, geef ons de ruimte, dan kunnen we werken aan die verhoging. En ondanks dat ze het nooit hebben gevraagd, dat nooit een probleem is geweest, heeft men besloten om ze 10% korting te geven op de inkomstenbelasting. Wie is men, meneer Ramsekoel? Kunnen we dat gewoon... Toen we dat hebben aangekaart, waren de personen, de minister van Jospol, die daar zat met zijn team. Aha. En die de veranderingen aanbracht aan de wet. De vicepresident was erbij. Ook leden van de DNA-leden waren erbij. Dus we hebben ze alleen gevraagd, vertel ons waarom. En men heeft er geen antwoord op kunnen geven. Maar ze zijn toch, als uw collega's toch wel verplicht antwoord daarop te geven? Ja, maar we waren ook al bij de derde ronde van het parlement, waarbij als DNA-lid kreeg je ook niet meer de gelegenheid om te praten. Alleen de commissie van rapporteurs komt daar aan de voet. En ik zat niet in de commissie. Dus het is een beetje jammer dat het zo is gedaan, maar dat is een belangrijke reden. U zegt het heel netjes, het is een beetje jammer. Ik zie het anders hoor, maar... Ja, nee, maar straks hebben we de begrotingsbehandeling. 2024, en daar heb ik wel de gelegenheid om deze vragen te stellen. Maar dan kunt u niet meer terugdraaien, toch? Nee, maar we kunnen het altijd weer aanpassen. En denkt u dat daar kans toe is? Mijn gevoel is nog steeds, ik heb de president nog niet kunnen spreken hierover. Mijn gevoel zegt mij nog steeds dat de president hier van deze wijziging in elk geval niet op de hoogte was dat de inkomstenbelasting aangepast is. Meneer Ramsekoel, even terugkomend op u. Ik volg u vanaf al heel lang hoor. Ik zie ook dat u ontzettend bent gegroeid als parlementariër in de loop der jaren. Hè? In de afgelopen 3 jaar zeker. U heeft bijvoorbeeld de misstanden aangekaart met betrekking tot uitgegeven gronden aan prominente parlementariërs. Waaronder uw collega Joggi en de heer Canapé. Ja. En wij, onze redactie van Stafvaste, wij bezitten de lijst, hè, van alle uitgegeven gronden van het Sabaku-project. Dus alle namen zijn bij ons bekend. En ja. Vindt u het correct
Ik moet die vraag toch stellen hoor. Dat DNA-leden zich bevoordelen. Is het moreel ethisch? Maar bovenal wat we hebben gezien is dus dat de voorzitter van de ABOP in de DNA publiekelijk tijdens het toespreken van het parlement verklaart dat de ABOP opdracht geeft. De voorzitter van de ABOP geeft opdracht aan parlementariërs hoe zij moeten stemmen. Met andere woorden, dus ook aan ministers. En het is duidelijk te merken aan het grondbeleid, want de minister is een ABOP'er, Dinota Forswijk. Zou zij bijvoorbeeld ook opdracht hebben gehad om leden van de ABOP percelen toe te kennen? En ik begrijp dat het een moeilijk onderwerp is, hoor, omdat de ABOP een coalitiepartner is. Maar hoe kijkt u daarnaar, meneer Rapsekoe? Nee, ja. Ten eerste, op algemeen een opmerking te maken, ben ik wel blij. En trots dat ik tot de VHP behoor, waar niemand ons opdracht geeft hoe wij moeten stemmen, u hebt dat gemerkt. We hebben wat dat betreft onze vrijheid. Alleen wordt er aan ons altijd gezegd, denk aan het algemeen belang en stel dat voorop. En dat doen wij sowieso. Om te komen bij gronduitgifte, het Sabaku-project, het grootste probleem bij het Sabaku-project, los van naar wie het is te gaan, dat is later stadion, maar het begin van het Sabaku-project. Het Sabaku-project is uitgegeven door de overheid als domeingrond. Is het gegeven aan pensioenfonds van FLM. Daarna is het gegaan naar pensioenfonds van Staatsolie. En uiteindelijk heeft de overheid dat stukje grond dat ze gratis hebben gegeven, teruggekocht voor 12 miljoen euro. Men heeft dat stukje grond, 12 miljoen euro heeft men daarvoor betaald. Vanuit staatsolie, het is vanuit de dividend afgetrokken. En zo is er 12 miljoen euro dat kan gaan naar gezondheid, dat kan gaan naar veiligheid, dat kan gaan naar drinkwaterprobleem dat we nu hebben. Je kon het daar investeren, maar nee, je hebt 12 miljoen betaald. Men heeft het verrekend, zeg maar. Ja, dit is reeds in 2019 gedaan. Hoor. Dit is regering overschrijdend. En vervolgens verdeel je die 12 miljoen euro eigenlijk aan 500 personen. Sommige personen hebben dubbel gehad, sommige hebben niet percelen gehad. Maar het is letterlijk geld, 12 miljoen verdeeld door 500, heb je verdeeld. En dat is het punt waar ik vraag van, wat is de noodzaak geweest om het Sabaku-project te kopen? En vervolgens bij de verdeling ervan, is het gegaan, zoals u weet, is het gegaan naar een groepje. Het is niet gegaan naar personen die jarenlang naar de perceel zoeken. Mm-hmm. Nee, het is binnen een maand is het gewoon verdeeld. Toch, terwijl als een normale burger een perceel aanvraagt. Ik heb mensen die bij me komen die 40 jaar die overleden zijn en hun perceel nooit toegewezen hebben gekregen. Ik heb mensen die hun huis en alles hebben staan op een perceel en niet eens beschikken over een beschikking met een perceel van hun kan zijn. En dat is het probleem bij Sabaku-project. Dat het gegaan is naar parlementariërs, dat is weer een ander punt. Mm-hmm. Ik vind Als ook al zijn het parlementariërs, volg de normale procedure. Dat is mijn punt. Ja, want ik zeg niet dat je niet mag drinken. Persoonlijk heb ik gezegd, ik ga geen grond aanvragen. Ik vind dat niet goed. Maar als anderen dat willen aanvragen, doe het volgens de normale procedure. Ja, als ze het niet volgens de normale procedure doen, meneer Ramsekoe, dan gaat het echt erop lijken dat dus de parlementariërs niet weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. Of hun taken en verplichtingen. En weet je wat het is? Als die kleine man een perceel toegewezen kreeg, wordt er een hele feest gehouden. Er wordt op Facebook gepubliceerd. Zo'n persoon moet op zo'n dag een bereidsverklaring komen halen. En dan ga je op het podium geroepen worden met een feest. En iedereen weet van, jij hebt een perceel gehad. Deze mensen die bij Sabaku-project een perceel hebben gehad, hebben dat ding waarschijnlijk tot dat huis bezorgd gekregen. Een bereidsverklaring. Dus daar ziet u al dat het niet klopt. Het is niet goed wat er is gebeurd. En ik ben blij dat er een onderzoek gaande is bij het Openbaar Ministerie hiervoor.
Ik heb de procureur-generaal ook gevraagd van, wat is er, waarom duurt het zo lang? En belt u de PG gewoon op of moet u een brief sturen? Ik moet een brief sturen. Oké. Dat is formeel. Ik heb de PG nooit gesproken, telefonisch of zo. ik heb haar een brief gestuurd en zij heeft netjes gereageerd erop. Dat het ministerie niet meewerkt aan het onderzoek. Er zijn documenten opgevraagd en die documenten worden niet gestuurd naar de, het Openbaar Ministerie. Wat is dan de volgende stap, hè, voor zo'n, als het ministerie niet mee wil werken? Ik heb dat vernomen. Dat is voor mij een hele dieptepunt eigenlijk als regering die ik weet dat de president de rechtsstaat heel hoog houdt in zijn vaandel. Dus ik heb de president een brief ook geschreven van president. Met een kopie van het antwoord van de procureur-generaal. Van president, kijk hier. Dit is onkan dat er vanuit uw regering niet meegewerkt wordt. En ik heb daarop nog geen reactie gekregen. Maar ik heb begrepen dat de president meteen een onderzoek heeft gestart. Van wat is er aan de hand? Welke documenten zijn gebracht en waarom zijn ze niet bekend? Dus ja, ik hoop dat ik begrijp heel goed, meneer Ramsoukou, maar ik begrijp natuurlijk dat het bij mij wel dat mijn wenkbrauwen fronsen als ik hoor van het zoveelste onderzoek dat de president instelt om dingen boven water te krijgen. Er zijn heel veel onderzoeken gaande. Ja, omdat ik de procureur-generaal heeft het ministerie geschreven en waarschijnlijk was de president helemaal niet op de hoogte daarvan. Dat er informatie is gevraagd en dat het niet verstuurd is geworden. Ik bedoel, aan elk onderzoek moet er gewoon medewerking verleend worden. Vooral als je denkt dat je niks verkeerd hebt gedaan. Dat zegt de minister toch elke keer dat ze niks verkeerd heeft gedaan. Dan werk ik mee aan het onderzoek. Wat is zeg maar een volgende manier om dat af te dwingen dan? Is het, gaat het alleen om de president moet een onderzoek instellen en dan moet je vervolgens wachten? Of zeg je andere... Nee, het is eigenlijk niet een onderzoek, maar ik bedoel, als hij iets niet weet, moet hij dat wel even checken wat er aan de hand is. Ja, nee, ik bedoel, hij heeft een onderzoek ingesteld waarom het ministerie niet wil meewerken. Dat begrijp ik uit uw verhaal. Ja. Dat is wat ik informeel heb begrepen. Maar ik heb formeel nog geen reactie gekregen op mijn brief. Dus ik moet even checken wat we als volgende stap kunnen doen. Ik heb het bij de suppletorenbegroting heb ik deze vragen gesteld in DNA. En de minister heeft dat terzijde geschoven. Dus ik vind dat het niet te maken heeft met de suppletorenbegroting. Vanwege de noodzaak van de suppletorenbegroting hebben we daar geen grote issue van gehad. Maar straks bij de behandeling van de begroting zal dit wel een van de belangrijkste issues worden, tenminste van mijn kant uit. Ja, en verwacht u daar uiteindelijk iets uit te krijgen als antwoord? Ik ga niet meer om antwoorden. De documenten moeten gestuurd worden. Ja, ik begrijp wel wat ik bedoel. Kijk, de reden waarom ik dit aanhaal, hè, meneer Ramsoukou, kijk, we kijken naar het parlement, hè. En ik heb het u net ook al gezegd, hè. Weten parlementariërs wel wat hun verantwoordelijkheden zijn, hun taken en hun verplichtingen? Nou, ik heb het door de redactie ook een beetje bij elkaar laten zetten, want we bekijken natuurlijk de DNA-vergaderingen. We zien wat er gebeurt. Ik ga u iets voorhouden, hè. En ja. Dat gaat over het parlement. Parlementariërs stemmen zonder last en of ruggespraak. En wat betekent dit? Ik ga u een voorbeeld geven. Last, dat wil zeggen, je geeft opdracht. Je zegt parlementariërs, ministers, hoe zij moeten stemmen. En aan wie? In dit voorbeeld bijvoorbeeld minister Dinota Voorswijk een perceel moet geven. Dit noem je last. En dan gaan we naar ruggespraak. Dat wil zeggen, ik geef een voorbeeld. Meneer Brunswijk verplicht... een opdracht in het parlement, parlementariërs om voor of tegen te stemmen omdat hij iemand iets heeft beloofd. Het zou kunnen zijn, hè, een casinowet of een casino-eigenaren zijn beloofd dat zij geen btw-belasting hoeven te betalen. En beloven duidt op overleg met bijvoorbeeld in dit geval casino-eigenaren om daarna
naar de ABOP-leden in het parlement te gaan en hun te vertellen wat zij voor of tegen moeten stemmen. En als we kijken naar de grondwet van Suriname, dan kan dit gewoon niet. En ik ga ervan uit hoor dat u niet met de grondwet loopt, dat u het niet bij zich heeft en u hoeft het ook niet uit uw hoofd te weten hoor, maar ik ga het eventjes erbij halen, heel even hoor, meneer Ramsekou. Ik pak bijvoorbeeld artikel 65 grondwet Suriname. U kent die wel. Voor de luisteraars, artikel 65 houdt in: bij het aanvaarden van hun ambt leggen de leden de volgende eed of verklaring af. En belofte, hè? Ik zweer dat ik middelijk, nog onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de Nationale Assemblée aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven of beloven. Vervolgens, een parlementariër zweert of belooft dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middelijk of onmiddellijk. En het volgende, ik zweer, beloof, dat ik het ambt van assembleelid nauwgezet zal vervullen. Ik zweer, beloof, dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen. En ik zweer, beloof, gehoorzaamheid aan de grondwet en alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer, beloof, trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dat verklaar en beloof ik. Dan hebben we, meneer Ramsekou, hebben we artikel 93 van de grondwet Suriname. Die heeft een soortgelijke verplichting voor de vicepresident en president. En bij hun eedaflegging zweren zij dat zij geen mensen gaan bevoordelen en ook niet zichzelf. Dan hebben we nog Suriname, de grondwet artikel 125. Ook bij de eedaflegging van ministers wordt gezworen om nog zichzelf of anderen te bevoordelen. Daarom kom ik tot de volgende conclusie. Als u, meneer Ramsekou, zich onthoudt van stemmen, dan is dat een wettelijke verplichting, toch? Ja. Voortvloeiend uit de grondwet dat u opdraagt om zonder last en ruggespraak te stemmen. Als meneer Brunswijk publiekelijk in het parlement verklaart dat hij als voorzitter van de ABOP opdracht geeft aan ABOP-leden hoe zij moeten stemmen, dan legt hij hun een last op dat grondwettelijk niet is toegestaan. De rode draad van dit alles, meneer Ramsekou, is dus nogmaals het onthouden van stemming zoals u heeft gedaan bij de stemming Casinowet, is uw wettelijke plicht. Uw voorzitter, fractievoorzitter Gayadin, moet dat weten. Nou. Of wil hij net als meneer Brunswijk opdracht geven om de leden te verplichten om voor te stemmen, toch? Want dat is niet toegestaan. Hoe kijkt u daarnaar? Nee, dat is niet. Ik denk dat het mijn antwoord daarop heel simpel is. We hebben allemaal een eed afgelegd. En velen van ons ook eet. Los van het eed hebben wij onze een religieuze leider gehad en we hebben daar wederom middels onze heilige geschriften en zo ook op dat niveau een eed afgelegd. Dat we zullen werken zoals dat hoort te zijn. En vele mensen hebben er zelfs een show van gemaakt, maar niemand. Of het is verkeerd om dat te zeggen, maar. Nee, u heeft gelijk. Ik heb de show, ik heb die voorstellingen gezien hoor. Ja, hoe vertaal je dat in de praktijk? Wanneer je je werkzaamheden verricht, hou je je wel aan je eet? En dat is voor mij wel iets waar ik heel erg veel rekening aan houd. Weet u? En nogmaals, ik zeg u, binnen mijn partij is dat sowieso niet. Er kan hooguit een verzoek komen van, hey, ik verzoek jullie om mee te werken hieraan. Weet je? En dat is normaal. Ik bedoel, iedereen kan een verzoek doen van, hoe werkt mee hieraan? En wat daaraan toe. Maar het is nimmer aan ons opdracht gegeven, je moet hiervoor stemmen, of je moet zo stemmen, of je moet dit doen. Dat wordt niet gedaan. Dat wordt sowieso niet gedaan. Als andere fracties, andere partijen, andere personen, DNA-leden zich zo willen opstellen, ik zeg, ik geloof in karma en ik laat het daaraan. Ik laat het daarvoor. Ik wil geen oordeel vellen over hun. Maar is het echt zo, want als we soms ernaar kijken, dan lijkt het echt alsof men gewoon die eed aflegt en men zweert, maar men doet er vervolgens gewoon helemaal niks mee. Ja, en er is eigenlijk, er is niks dat je weerhoudt om tegen je eed te gaan. Daarom zeg ik toch, ik denk dat we dat moeten overlaten aan, ja, het hogere macht waarin we ook geloven. Ja, dan kunnen we in dit geval dan kunnen we toch lang wachten. Ik zie toch, ik constateer heel vaak wel. U zit er dichtbij, meneer Ramsekou. En daarom valt u juist in deze op, hè? Omdat u eigenlijk
geheel tegen de stroming bent ingegaan al diverse keren. Dat is ook de reden waarom ik met u bel. Hoe ziet u dat gaan, die samenwerking in die coalitie? Nee, wat ik de mensen steeds weer probeer aan te geven, is dat wanneer ik iets aanhaal in DNA, het geen persoonlijk aanval is. Men moet het niet zien als ik heb iets tegen abort of ik heb iets tegen een persoon of een collega van mij. Nee, ik probeer nog steeds altijd het algemeen belang voorop te stellen. Ja, en zo moet men het ook zien. Ik heb zaken aangezet in tijdens de vergadering. Maar daarbuitenom vind ik dat we nog steeds normaal met elkaar moeten kunnen omgaan. Dat gebeurt niet. Er zijn ministers die langs mij lopen en dit niet nodig vinden om mij te groeten. Ze willen zelfs een standbeeld aan u geven, aan u opdragen. Zo zijn het representatief, is het geen probleem. En het moet niet uit staatsmiddelen betaald worden. Weet je, mensen nemen die dingen persoonlijk. We zitten in een coalitie en wij proberen samen te werken. We moeten beseffen van het is een coalitie en we proberen die samenwerking zo goed mogelijk na te leven. Maar wanneer er zaken zijn die tegen het nationaal belang indruisen, of zaken zijn die tegen de wettelijke regelingen zijn, dan ga ik dat aanpakken, ongeacht of het nou gaat om APOF of VHP of wie dan ook. Nee, want het klopt. En het is uw taak ook. Hè? Het gaat om last en ruggespraak, wat ik eerder heb aangehaald. Ja. Meneer Ramsebol. Het heeft niet te maken met als ik iets tegen uitgifte van gronden heb, heb ik het niet tegen de minister. Ik heb het tegen de handelingen die zijn gepleegd. En ook tegen de eed die ze afgelegd hebben, net als u. Ja, helemaal. Ik heb die grondwet en noem maar op, ik heb die bijlagen niet zomaar erbij gehaald. Wij kijken naar de DNA-vergaderingen. Wij zien in principe alles wat er gebeurt. En dan ja, je kijkt ernaar en denk je van, die mensen die walsen gewoon over die grondwet heen. Ja. En inderdaad, als u dat probeert aan te halen, dan bent u, zeg maar, om het een beetje grof te zeggen, de gebeten hond. Ja, nee, maar kijk, het belangrijkste is dat er nog steeds mensen zijn in DNA. En vaak wordt het negatieve overschaduwd dat wat nog positief is. Dus ik zeg iedereen, probeer toch te focussen op dat stukje dat positief is. Want wij als DNA, en ik vind het jammer, als ik daar buiten bij het volk ben, ik was, wanneer was het? Maandag was ik in een buurtvergadering. En die man zegt van, maar waarom gaan jullie DNA-leden soms met zulke woorden, nee, hij zegt met zulke woorden gaan jullie met elkaar om, is dat een goed voorbeeld voor het jeugd? Mm-hmm. En toen heb ik hem gevraagd, hoeveel keren heb je een DNA-vergadering gevolgd? Want dat stukje dat belicht wordt, is maar misschien 2-3% van die hele vergadering. Begrijp je? De rest van de tijd in DNA zitten we toch wel technisch bezig, laat ik het zo, of inhoudelijk op de wetten bezig. En soms loopt dat uit de hand. Maar dat is echt een klein stukje. Maar wat wordt benadrukt? Dat een klein stukje negativiteit wordt vergroot. En ik zeg niet dat dat stukje negatief zijn. Ik probeer dat niet goed te praten. Hoor. Dat nee, is fout. Nee, ik begrijp. Ik begrijp je. Ik vraag iedereen van, kom, laten we focussen op dat positieve. Want dat hebben we wel nodig in dit land. Nou ja, een van de dingen wat dus opvalt, en dat is ook de reden waarom ik met u bel, is dat u, zeg maar, eigenlijk historisch bezig bent om, ja, vanuit uw rol in de coalitie van uw partij toch de dingen te willen aankaarten, zeg maar. Ik ga u nog een voorbeeld geven, meneer Ramsekool. Ja. Bij de invoering van de BTW dacht men slim te spelen, hè, want het IMF eist het oké, dan krijg je het. BTW werd aangenomen met allerlei uitzonderingen en nultarieven.
En wat is er gebeurd? Wat hebben wij gevolgd? En u moet met me meegaan of niet? Het assemblée is net een klein kind teruggestuurd om het opnieuw te doen. Wat dat betreft, dat was dus de BTW-wet. En wij hopen als toeschouwers dat met de casino-wet hopelijk hetzelfde zich gaat voordoen. Ja, laat me u iets vertellen hoor. De BTW-wet die teruggedraaid is, die BTW-wet van december, ja. Daar was ik was de initiatiefnemer. Samen met de heer Wang heb ik het initiatief van BTW-wet ingediend. Wat er is gebeurd toen? Wij hebben vanuit de samenleving, vanuit de actoren, maandenlang hebben we met ze gesproken. Na aanname van de originele BTW-wet hebben we feedback gekregen. En aan de hand van die feedback hebben we gezegd van nee, we moeten toch wat gaan doen aan die BTW-wet. En we hebben een heleboel zaken bij 0% gebracht, vrijstelling gegeven. Maar de essentie is ons eigenlijk, wat IMF als essentie had, is ons nooit genoegzaam doorgecommuniceerd. Door IMF zelf? Of? IMF is niet onze gesprekspartner. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar wie moest dat? Minister? Oké. Die moesten dat aan u doorspelen. Dat is niet gebeurd. Ja. En we begrepen het eigenlijk. Hebben we het pas begrepen na de eerste ronde van de behandeling van de BTW-wet Lands, waarbij het teruggedraaid werd. Toen hebben we een presentatie gehad buiten het parlement van onze vaste vertegenwoordiger daar bij IMF, meneer Eckhorst. En meneer Eckhorst legt ons daar, en toen pas begreep ik het, legt ons uit, de IMF heeft niet gekeken naar hoeveel geld kreeg Suriname binnen met BTW. De IMF zegt, voor een lang termijn, over 10 jaren, moet de BTW nog steeds kunnen werken. En het moet nog steeds goed zijn voor het land. En het kan pas goed zijn als 60% van je consumptie belast is. En dat is wat het is zo simpel, één regel, is ons nooit uitgelegd geworden. Dat de essentie is. Wij kijken naar cijfers. Zoveel geld moeten we binnenkrijgen. En zoveel geld moeten we binnenkrijgen. En terwijl het niet. De IMF zegt van, oh, je gaat je target halen. Dat is mooi. En geweldig. Gefeliciteerd. Maar dat is niet wat ik vraag. Ik vraag dat we naar een langer termijn moeten kijken. En duurzaam 60% van je consumptie. Minimaal 60% moet belast zijn. En dat is wat we gerepareerd hebben. Als we dat al wisten in december, hadden we die wijzigingen niet aangebracht. Of we hadden het beter aan kunnen brengen. Ja, maar dat ligt dan ergens in de communicatie. En dat is niet zo prettig, neem ik aan voor u. Is wat als we volgen in de eerste ronde van die BTW-wet die we in augustus hebben behandeld, gaat u zien dat we in de tweede ronde heel anders op de wet zijn ingegaan. Ja, vandaar dat de buitenwereld kijkt ernaar. Die weet natuurlijk niet wat er intern afspeelt. En die gaat concluderen van, hey, het DNA is als een klein kind teruggestuurd om het te gaan herstellen. Ja, nee, dat is niet het geval, sorry. Aan de andere kant zou IMF het niet merken als de belastingheffing correct en goed was gegaan. Want dat is een heel groot probleem dat we nog steeds hebben in Suriname. En dat is dat de belastingdienst nog niet werkt zoals het moet werken. U zegt het netjes, het werkt niet zoals het moet werken. Ik zeg altijd, als we zitten allemaal te wachten op oil en gas in Suriname. Maar als onze belastingdienst vanaf vandaag goed werkt, hebben wij oil en gas niet iets meer nodig. Zoveel kunnen we gaan verdienen. Met een goed werkend belastingssysteem. We zijn wel op weg daarna. De president heeft vaker gezegd, hè, dat de breedste schouders de lasten zullen gaan dragen. Ja. Maar dat gebeurt in deze niet, dat weet u ook. Hoe bedoelt u? Als het gaat om belastingen, u haalt het net zelf aan. Hè, want daar zou je de dikke belasting kunnen binnenhalen. Hè, het gebeurt wel. Maar het gebeurt niet voldoende. Ja, en als dat goed zou werken, geloof me, Suriname zou er veel beter uitzien. Nee, maar we zijn wel, we hebben ook daar, want dat was een van de zaken wat wij als AIDS hebben gesteld.
met minister van Financiën, van minister Kay. We gaan u die goedkeuring geven van die BTW-wet. Maar daarentegen willen we wel dat u werkt aan de belastingen. En gaat u terug bij IMF en zegt dat je institutionele versterking nodig hebt voor de belastingen. En laten zij ook daarbij mee helpen. Nou, want ze kunnen niet alleen maar met eisen komen, terwijl je de tools niet hebt. Want dan kunnen we zoveel wetten maken, maar het gaat niet uitgevoerd worden. Dus dat is nu gedaan. We gaan uiteindelijk bij een belastingautoriteit ook instellen. De Belastingdienst een beetje verzelfstandigen. Mm-hmm. Ik denk dat een heel cruciale stap zal zijn voor een verbeterde belastingheffing. Oké, en dan vervolgens, het laatste punt is dat natuurlijk, want dan had ik het net over die casinowet, hè, en dan zie je, oké, dat is aangenomen. Maar vervolgens, en tot verbazing van velen, hoeft daar bijna geen belasting betaald te worden. Ja, dus dat is die issue, toch? Kijk, 22 december hebben we belasting verdubbeld, waardoor we aan casinobelasting alleen dit jaar 60 miljoen moesten binnenhalen. Ja, maar ik heb het over die vrijstellingen, hè, meneer Ramsekoel? Ja, nee. En dat is een issue, hoor. Die BTW-vrijstelling bedoelt u dat? Zeker. Ja, dat is een issue, maar dat heeft in deze niks te maken gehad met het bevoordelen, hoor, van de casino's. Het heeft te maken gehad met de wijze van inning. BTW wordt door de consument betaald en niet door het bedrijf. Door de casino's nu vrijstelling te geven, wil niet zeggen dat zij geen BTW betaalt. Alles wat ze inkopen, daarop moeten zij BTW betalen. Dus dat moet wel duidelijk gezegd worden. Ja, maar voor de inkomsten die zij halen, hè, dat zijn de grote inkomsten. Daar zouden ze toch BTW van moeten afdragen? En precies dat is het. Zij moeten geen BTW afdragen. De klant zou dat, de persoon die gaat spelen in een casino zou 10% BTW moeten betalen. BTW wordt door de consumenten belast. Ja, ik snap dat. Maar, even mijn punt. Ja, gaat u gang. Wacht. Ik ga u met u zeggen. Okay. Waarom hebben we die vrijstelling gelaten? Omdat de inkomstenbelasting bij casino's, dus alle inkomsten, alles wat ze binnenhalen, moesten zij tot september 50% afdragen aan de staat. En omdat dat er was, want je kan niet zeggen van je gaat BTW betalen en je gaat inkomstenbelasting van 50% betalen. Dat is niet, volgens de belastingregels is dat niet goed. Het is niet correct. Nee, dat begrijp ik. Maar stel ik koop... Ja, zeg dit maar, sorry. Ja, alleen hadden wij toen bij die behandeling van die BTW... Ik had nooit opgerekend dat die belasting van 50% naar 40% zou gaan bij de casino, bij de inkomstenbelasting. Mm-hmm. Maar als ik dat had geweten, had ik wel erop kunnen staan van nee, je moet die casino's die BTW dan belasten, die 10%. Begrijpt u? Nee, ik snap dat. Maar u zegt net, hè, dat degene die gaat gokken, die moet dat betalen. Dus dat wil zeggen, op het moment... Als jij, ik geef maar een voorbeeld, er komt een verhoging op. Stel je koopt een fiche van, ik zeg maar, 20 SRD. Komt er daar dan... Ja toch? Dan moet je daar toch 10% boven betalen. Maar er is nog een probleem. Uh-huh. Vrijstelling wil zeggen, je mag ook niet... Er is ook geen sprake van terugstaan van belastingen. Nou, u weet dat bedrijven recht hebben op terugstaan. Ja. Als je 10% zet... bij de casino en de spelers kopen. Dat is op zich geen, dat is minder het probleem, laat ik het zo noemen. Dat zou een probleem zijn, omdat de belastingdienst niet goed functioneert. Maar wat er dan wel gebeurt, is dat zij recht hebben op terugslag van BTW. En de concern daar was... Ja, want ze kunnen dat verrekenen, zeg maar. Precies. Dus je bevoordeelt ze meer als je ze daar belast, in plaats van dat je zegt van, hey, ja, vrijstelling. Je betaalt je inkomstenbelasting 50%. En alle inkopen die je doet, moet je nu BTW betalen. En je mag dat niet terugvorderen. Dat is de regel. Dus dat is de gedachtegang geweest om casino's vrij te stellen.
In de eerste instantie, in december, toen ik initiatiefnemer was, waren ook loterijen waren vrijgesteld. Maar loterijen hebben we nu wel belast met BTW. Dus 10% BTW geldt wel op loterijen. Bij de casinos was dat het grote issue waarbij de minister heeft gezegd, heeft verzocht van, hey, we begrijpen jullie punt, maar dit zijn die issues en ze betalen al 50% BTW. Trouwens, 40%. Maar toen was het 50%. Ja, ik volg u. Trouwens, we hadden niet eens goed opgelet, want pas toen de minister van Financiën bij de beantwoording van de casino-wetten is gekomen, heeft de minister van Financiën ons erop geattendeerd. Let op, nu moet je die belasting van 50% moet je in deze wet opnemen, anders betalen ze zoals alle andere bedrijven 36% belasting. Want wij hadden gedacht, nee, dat wordt bij de inkomstenbelastingwet wordt dat geregeld. En de minister van Financiën heeft ons daar geattendeerd. Maar hey, pas op, ze hebben die 50% weggehaald. En toen zijn wij die vragen gaan stellen en dan hebben ze het van 36% gebracht naar 40%. Maar dat is nog steeds 10% minder dan wat het was. En dan heb je natuurlijk het volgende. Hoe controleer je de daadwerkelijke inkomsten van zo'n casino, meneer Amsoko? Ja, dat is een goede vraag. En daar zeg ik, de belastingdienst moet versterkt worden. Ja, maar ook U weet, in het buitenland gaat dat allemaal digitaal en alles is aangesloten en alles wordt, alle toeters en bellen die gaan gelijk in werking als er iets niet klopt. Ja. Dus wat dat betreft is er nog heel veel werk te doen, meneer Amsoko, maar wij zijn wel verheugd om te zien dat u in ieder geval op het goede pad bent. Al lijkt het soms dat u de enige bent. Dus hoe ziet u het voor zich? Gaat het werken? Ik zeg altijd, ik weet niet of het gaat werken, maar ik zeg dat het moet gaan werken. We hebben eigenlijk geen andere keus in Suriname. We zijn beland in een diepe dal en we willen allemaal eruit komen, dus het moet gaan werken. In deze zaken moeten we ervoor zorgen dat het beter moet gaan in Suriname. En daar moet ik voor vechten. Nou, ik ga het voor dit moment hierbij laten. Ik wil u danken voor de tijd. Ik weet dat u een druk schema hebt, maar zullen we afspreken dat in de toekomst dat ik vaker een beroep op je kan doen? Zeker weten. Ik ben beschikbaar. Soms lukt het niet altijd wanneer u dat wenst, maar ik probeer altijd vrij te maken. Mooi, prachtig. Nou, we gaan u blijven volgen en ik zou zeggen, ja, blijf doorvechten. Wij volgen elke DNA-vergadering en als het ons opvalt, dan is het onze taak om even contact met u op te nemen. Dank u wel voor die tijd. Helemaal. En blijf u focussen op het positieve. Abu, meneer Amsoko, tabu. Fijne dag. Ja, fijne dag. Dag, dank u. Het was parlementariër meneer Amsoko van de VHP. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.